Het stad. Hier heb ik afgesproken met Geert. Geert had een eigen bedrijf, maar ging door de crisis helaas over de kop. Hij kiest nu bij de VDAB voor een opleiding waarin hij van zijn hobby zijn beroep maakt. Slim en efficiënt. Hey Geert, goedemorgen. Goedemorgen. Vincent, helemaal. Geert, hier gaan verschillende cursussen door bij de VDAB. Wat doe jij precies? Ik doe netwerkbeheer. Netwerkbeheer, ik ken er niks van. Wat is netwerkbeheer? Het beheren van computernetwerken. Oké. Geert, de les gaat bijna beginnen, gaan we eens kijken. Ja, prima. Geert, wat deed je vroeger precies? Ik had een bedrijf dat binnendeuren fabriceerde. Ja. En door omstandigheden zijn we daarmee gestopt. Ja. En op die manier ben ik dus bij de VDAB terechtgekomen, omdat ik nu zelf een andere job zoek. Ja. En in een totaal andere sector. Goed, hier is het. Ja. Dit is het klaslokaal. Dit is het lokaal. Ja, hier heb je jouw pc dan. Waarom heb je zo resoluut gekozen voor het Ik heb de verschillende cursussen doorlopen op de website, de verschillende mogelijkheden. En ik heb iets gezocht waar ik toch al een beetje affiniteit mee had. Het is toch wel een grote stap, hè? Naar de VDAB stappen, vraagt dat moed? Ja, maar mijn ingesteldheid is, als die cursussen, als dit systeem u wordt aangeboden, moet u dan met twee handen aangrijpen. Ja, dat is een foutmelding die ik krijg. Ja. Ik heb geen idee waarom. De lessen die je hier volgt, die zijn gebaseerd op zelfstudie. Er wordt verwacht dat je cursussen in zelfstudie doorneemt. En bij het doornemen van die cursussen zijn wij er natuurlijk om uw vragen te beantwoorden en om dingen te verduidelijken. Hoe lang duurt die cursus nu? Stage in kluis zou dat een tiental maanden moeten zijn. Wat ga je doen na de cursus? Geen idee waar ik ga terechtkomen. Maar alle bagage die je opdoet, zal je zeker verder helpen. Hè? Heb je een soort van tip voor mensen die op dit moment ook staan waar jij staat en van plan zijn om iets totaal nieuws te gaan doen? Ik kan alleen maar spreken vanuit mijn eigen ervaring en gewoon ervoor gaan. En alle kansen grijpen die je geboden worden. Ja, niet bij de pakken blijven zitten is de boodschap als je carrière om welke reden dan ook strandt. Geert koos meteen voor een opleiding. Alle informatie over de opleidingen van de VDAB vindt u nog steeds op www.vdab.be. Veel succes en tot de volgende keer.